Proost allemaal. Proost. Ja, cheers. Op die geweldige overwinning die we in Groningen behaald hebben. Leuk om elkaar weer zien. En Lin, hartstikke welkom in ons team. Goed dat je de reis naar Omaha hebt ondernomen. En in ons hoofdkwartier hier met het fantastische uitzicht op die Missouri River. Nou. Welkom. Dankjewel. Ja, dat is natuurlijk even wennen, maar ik ben onwijs blij met het telefoontje dat ik van jullie kreeg zo'n half jaar nadat we elkaar voor het laatst gezien hebben. Natuurlijk ben ik op de markt voor dit soort leuke opdrachten. Dus ik ben eigenlijk ook benieuwd hoe jullie gegaan is het afgelopen half jaar. Nou, eigenlijk gewoon heel druk. We zien elkaar nu voor het eerst. Ik ben zo druk bezig geweest. Incidenten, toezichthouders, de AFM, de Nederlandse Bank, allemaal problemen. En eigenlijk, ja, we zien elkaar nu voor het eerst. Hè? Maar je nou serieus dat je nu pas weer voor het eerst bij elkaar zitten? Ja. Ja. Wij beginnen aan iets en dan typisch de rally en dan houden we het op. We hebben ook nog een DVD te goed. Is er ook nog niet. Maar nu hoor ik ze allemaal externe prikkels die jullie nodig hebben om het geleerde tijdens die 2,5 dagen daar in Groningen in praktijk te kunnen brengen? Nee, dat zijn natuurlijk slappe excuses, maar het is wel de harde werkelijkheid. Hè? Oh jongens, kijk daar! Oh! Wat is dat? Jeetje! Het gaat hier om een zeer talentvolle groep dolfijnen. Ze worden scherp in de gaten gehouden door een grote groep zilverreigers die het gedrag van de dolfijnen tot in detail kennen. Ze wachten af tot een dolfijn boven water komt om te kijken waar de dichtstbijzijnde zandbank is. De zilverreigers zijn klaar voor actie. En dan is het zover. De dolfijnen jagen een school vis het strand op. Als de vissen beginnen te spartelen, happen de dolfijnen ze op. Maar de reigers eisen hun deel op. Dit is de enige plek op aarde waar dolfijnen aan strandjagen doen. De vogels hier doen er een voordeel mee. De zilverreigers vormen het levende bewijs dat vogels uitstekend in staat zijn om nieuwe kansen te grijpen.